Het aanzicht van de Oranje Nassau-mijn 1 in Heerlen heeft een verandering ondergaan met het gereed komen van een nieuwe wonnen schoorsteen die de hoogste is van Europa. Het gevaarte dat aan de voet een diameter heeft van meer dan 12 meter en aan de top van ruim 7 meter is 155 meter hoog. De nieuwe schoorsteen zal worden gebruikt voor de afvoer van rookgassen uit een nieuw ketelhuis van de elektrische centrale van de mijn. Een onze cameramensen is de 832 spurten van de ladders in de schoorsteen opgeklommen. Hij keek toen onder andere neer op de 60 meter hoge koeltorens en kon door de mist heen ook nog iets zien van het nijvere leven op het mijnemplacement. Er is enige strijd geweest over de naam die men de nieuwe schoorsteen zou geven, maar men schijnt thans in de richting te gaan van de folkloristische naam Der Koop van Heerlen, hetgeen betekent Jacob van Heerlen. Der Koop stelt zijn oudere broer Lange Jan, die maar 130 meter hoog is, een heel stuk in de schaduw.